Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn vuurwerkcollectie laten zien met categorie 2, categorie 1. Dus laten we beginnen. We beginnen met de Thunder Rocket van Merk. En daar heb ik er 3 van. Ik moet delen met mijn broer. Ja, het zit er 6 in een pakje. Ik ga ook nog een oud en nieuw special doen. Dat is over, ik denk als het 12 uur is, over 6 uur. Maar, dus, ja, dat is de Thunder Rocket. Laten we verder gaan. We gaan verder met de Epic Shock. De Epic Shock is een zeer goede Thunder King. Vorig jaar ook gehad. Toen was ik nog niet bezig met het kanaal. Ja, Epic Shock. Het is een Thunder King. Thunder King, dat steek je aan voor de mensen die het niet weten. En dan schiet er uit dit. Een balletje. En dan boe, schiet dat balletje omhoog. En dan beam. Dan klapt het in de lucht. Daar heb ik er 10 van. Niet 10 pakjes, maar gewoon 10 Thunder Kings. Ja. Gaan we verder met de grondbloem. Ja, kent iedereen. Ik ga ze niet laten zien. Verder. Met de, ja, die hoef ik niet te laten zien, heb ik al een vorige gedaan. Maar oké, met de volgende. De triple crackling shock. Dat, ja, kijk hoe, vergeleken met mijn hoofd. Ja, dat is best wel groot. Ik heb sowieso al een groot hoofd, maar oké. Ja, 7 gram in. Ja, het valt wel mee, maar dat ding schiet eigenlijk gewoon 3 keer. Zo'n Thunder King. Maar niet 3 keer zo groot, maar wel qua dikte is hij echt veel dikker. Ja, dan laten we verder gaan. En dan gaan we met de missile. Dat zijn cakes, ongeveer, ja. Zo groot, niet heel groot, zo groot ongeveer. Daar zitten 25 shots in. Ja, 25 shots. Heb ik er 2 van. 3 euro. Mijn Vesta. Dan gaan we verder met de Megabomb Cracker. Heb ik 1 pakje van. Het zijn 100 ratjes. Ja. Niet heel interessant. Dan gaan we verder met de... gekregen van mijn vriend. Ja, Rick Woody. Hij is aardig. Een vlinder. Ja, van, ja, hij is niet illegaal, maar oké. Let's go. Dat was hem. Dan gaan we verder met de, hoe heet die? Ik ben het vergeten. Ja, het zal wel minimatjes, noem ik ze even. Dat is deze. Minimante. Heerlijk toch? Minimatjes. Ja. Het zijn minimatten. Steek je aan. Steek aan, drink Pieter. Hier bij het lintje en dan. Happiness fonteinen. Niks bijzonders. Hetzelfde als deze. Hoppakee. Ja. Verder met wat troep. Knetterballen. Maar dan gaan we verder met het echte werk, jongens. De Celebration Cracker. 90 shots matje. Zit dit soort knallers in. Leuk om eentje uit de kaart te halen. En die knallen tegen iedereen zijn poten aan. Leuk hoor. Ja. Voor de rest heb ik alleen maar categorie 1 vuurwerk. Ja. Dus dat is het. Dus dan zeg ik later.